Het is zondagochtend en ik loop op de haven, zoals je ziet. Het is prachtig weer, maar het is wel een beetje koud. Tenminste, dat van Gea. Ik kom nog even weer terug naar de boot, want ik was nog wat vergeten. En toen zei ze al, ja, om nou te gaan varen. Nee, het is mij een beetje te frisjes. En we zouden op tijd weg vanmiddag. Dus op zoek naar een ander plekje. Voor de nacht. Want morgen gaan we naar Heeg. We gaan morgen naar EBBM. En volgens mij was dat de Stille Motor of zo vroeger. In Heeg zit... Er zaten twee bedrijven en er is nu één geworden, geloof ik. Webshop en een winkel in één. Die hebben namelijk de Torquido en de e-propulsion. Elektrische buitenboordmotor. En dan zijn we al... Moeten we eigenlijk aan die mensen vragen. Wat is nou eigenlijk een betere keuze? Torquido is 4.500. E-propulsion is 3.500. Voor de 9.9 pk allebei. 6.000 watt geloof ik. Ja. Hey, normaal. Hier tegenover hebben we naar Hendrik Marine. En daar zouden we dan de Torquido kopen. Maar die heeft alleen maar de Torquido. Dus wat is nou... hij zou dan natuurlijk sowieso die Torquido aanbevelen. Maar ik wil eigenlijk naar een bedrijf die dus beide merken heeft. En die dan... hun eigen ding erover zeggen. Dus vandaar. Nou, dan gaan we straks even de boot inpakken. Even contact opzoeken met de kinderen. En dan even vragen of ze vandaag nog willen varen. Maar anders is dat natuurlijk lullig. Gaan wij hem inpakken, moeten zij hem weer uitpakken. Ja, met het dekzeil bedoel ik. En als zij niet gaan varen vandaag, dan maken we hem klaar voor de winter. En misschien dat we ooit nog eens, maar dat kreeg ik al in de reactie van Silalov. We hebben er ook al meerdere gezegd of ik niet iets zou kunnen maken voor op het vlot. Zodat ik de boot zo op het vlot kan trekken. Met katrolletjes of zo en wieltjes en weet ik wat alles. Misschien dat we dat ook nog gaan doen. Maar eerst maar even met deksel. Wat ben jij aan het doen? Aangewezen half. Zo. Wat gaat dat worden? Ik ga hier een grote luik maken. Want ik wil eigenlijk, ik moet eigenlijk nog wel vaak op die vloer. En dan moet ik dat hele eind kruipen van daar naar hier. En dan ben ik eigenlijk een beetje zat. Dus we hebben gezegd, dit luikje hebben we kleiner gemaakt. Maar dat is eigenlijk een hele rottige opstap. Maar dat hebben we gedaan, omdat je, als je uit de verzeer komt, dan ga je een stapje gelijk hier naar beneden, hè? Ja, dan. Ja, dan stap je gelijk hier naar beneden. Dus als ik dan moet je straks oppassen dat als je uit de verzeer komt, dat je hier langs loopt. Dat is wel even een ding. Maar goed, die ga ik even uitzagen nou. We kunnen altijd een nachtlampje kopen, net als voor kinderen in stopcontact. Ja. Nou ja, dat was de reden waarom we hem zo hebben gemaakt toen. Ja. En als we dan nou hier doen, ja. Je kunt natuurlijk ook zeggen, we doen dan straks nog iets eroverheen of zo. Een ding die er zo halverwege op zit of zo. Dat zien we nou wel weer. Ik wil in ieder geval een beetje een luikje, dat ik van deze kant eronder kan. Maar ik moet soms hier bezig, ik moet nog een riolering aansluiten. En dan anders moet ik helemaal van daar heen kruipen. En dan kan ik nou zo van hier heen kruipen. Ja. Zo. Ja, je zult wel denken, zo leuk toch daar bij de deur doen. Maar we hebben ons bedacht. We hebben het nou hier gemaakt. En nu zie ik de elektrakabel. Voor mij heb ik daar doorheen gezaagd. Of net niet. Ik kan het niet goed zien. Maar goed, dan moet hij maar weer repareren. Maar nou
Ja, is de bedoeling dat ik dan vanaf hier eronder ga, daar kan ik in ieder geval overal een beetje bij komen. Want hier moet ik nog een gat boren voor de afvoer van de, daar had ik al eentje geboord, voor de afvoer van de wasmachine, maar dan moet ook nog eentje voor de waterleiding van de wasmachine, moet er ook nog komen. Dus, leuk je erbij. Dan loopt de van de wasmachine, loopt zeg maar ook zo die kant op naar de vulwatertank. De keuken ook. En de douche, dat gaat allemaal daarheen. Alleen dan wil ik toch iets ergens, maar ik moet een klein bochtje maken namelijk. Hier onderlangs. Deze komt namelijk van boven, hè, dat hier vandaan. Die kan ik nog op maat maken. Die komt zeg maar van de wasmachine. En dan moet die onder deze balk door naar het buisje. Even kijken of ik hem laat zien. Die daar zit. En die zit dus hoger. Dus daar komt daar een knik in. Dus hij gaat even naar beneden en dan weer omhoog. En dat is niet erg. Loopt wel weg. Alleen, stel nou dat er in die knik rotzooi komt te zitten. Dan wil ik hem wel kunnen ontstoppen. En dan hebben we dus deze chiffon gehaald daarvoor. Dus die ga ik er nou even tussen zetten. En dan... als het dan nodig is, dat is makkelijk van dit luikje natuurlijk. Luikje los, even een dopje eronder weg en dan kan ik hem ontstoppen. Dat is handig, want dan kan ik namelijk dit dopje eronder weg draaien en dan kan ik de rotzooi eruit laten lopen. Ik weet niet of het te zien is op camera, maar hier zit dan dat stukje. Het bochtje, zeg maar. Daar zo. En die ga ik nou eventjes een chiffonnetje op vastlijmen. Zo. Ja. Misschien is het alleen maar nodig om één kant in te strijken met de lijm. Maar ik doe toch liever beide zijden, beide kanten. Dus deze ook. Maar ik heb een hekel aan lekkage. Alleen dan kan ik niet zien of deze nou recht hierheen gaat. Dus dat doe ik een beetje op gevoel. Vanaf de camera kun je het denk ik wel zien nou. Maar ik kan deze altijd nog heel iets draaien. Zie je dat? En deze. Nou, hier past wel een laag bakje onder. Dus als ik hem wil ontstoppen, zeg maar. Dat het dan hier kan. Nog even een buisje pas maken van daar naar daar. Eerst deze hierin. Lijkt mij, zodat ik hem hier bij heb. Of heb. Ja, doe ik deze hier even losjes op. Dan kan ik hem hier indrukken, dat ik hem hier zo gelijk mee heb. En dan deze erop lijmen. Kan dat? Ja, dat kan. Wat ik al zei, het is een beetje vooruitdenken, hè? Een beetje net als schaken. En dammen ook trouwens. Als je niet vooruitdenkt, dan lijm je iets vast en dan kun je het laatste stukje er niet meer op lijmen. Zo kan het. Nou, dan kijk ik nog weer met mijn hoofd naar boven of zal ik hier blijven? Nee, ik kan beter hier blijven. En nou, hier een beetje lijm op. Hier lijm in.
Ja, dan doe ik gelijk deze ook. En die daar, op de kop. Zo, dan ga ik het in één keer bij elkaar opdrukken. Zo, dat was dat. Dan heb ik onder de vloer daar, heb ik verder alles aangesloten voor de afvoerbuis. Dan moet ik alleen die nog even aansluiten en dan is alles aangesloten. Nou, dan hoop ik dat deze er fatsoenlijk op gaat. Nou, dan is dat klaar. En daar ben ik blij om. Nou, deze heb ik nog niet vast. Maar dit is dan de afvoer, hè, van de wasmachine. Die komt hier te staan, namelijk die wasmachine. En nou weet ik nog niet of ik hem deze hoogte doe. Ik wil hem graag zo hoog mogelijk. Misschien moet ik er nog een stukje afzagen. En dan is het wel makkelijk dat ik hem er even af kan halen. Maar ik moet nog even een gat boren hiernaast. Voor de waterleiding. Maar dan moet natuurlijk ook een kraantje moet hierbij op. Dat is die. Even kijken of daar de slang doorheen past. Daar is die. Ja, moet even wachten. Iets terug, zo. Zo. En zo. Kijk, maar die duimstok die past er precies in. Nou, dan gaat hij gelijk die kant op. Die moet namelijk naar de pomp van de tweede tank. De eerste tank, deze. Oh, is de cameraatje omgedraaid terwijl dat ik bezig was. Dit kabeltje voor de lamp, die kwam er tegenaan. Dus ik hoop dat het allemaal op video zit. Anders is het zonde natuurlijk. Kijk, deze slang. Dit is van de waterkraan, hè, voor de aanvoer van water voor de wasmachine. Die gaat naar de tweede tank. Deze eerste tank is de drinkwatertank. En de tweede tank is om te wassen en voor de wasmachine. Moet ik dan verder? Nee, dat is goed zo. Ja? Oké. Nou, dan is dat ook klaar. Maar ik zat eerst zo te denken, om hier te doen. Hier zo. Zie je dat? Want de wasmachine komt dan niet hier tegenaan te staan. Maar dat past niet. Hij komt hier tegenaan te staan. He? En hier. Maar ik weet ook niet hoe diep die is. Misschien is hij wel zo diep dat hij echt tot hier komt te staan. Dus er zit hier toch niks achter. En dan, als je dan van hier, van bovenaf, zeg maar, de kraan dicht kunt draaien. Als er iets is. En anders, ja, anders druk je de wasmachine ook iets aan de kant en dan kun je hem ook dicht draaien. Nou, als ik hem hier doe. Dan moet wel boven de wasmachine. Ja, dat mooiste wel. De wasmachine is... Nou, ik weet niet hoe hoog die is. We hebben hem nog niet gekocht. We hebben namelijk een paar gezien die heel klein waren, dus laag waren, he, maar er hoeft niet heel veel was in. Dus ja, we gaan hem nog niet kopen, maar dan is de garantie eraf die niet tijdens weg gaan varen. Dus dat doen we later, he, misschien over een paar jaar. Zo. Goed ingepakt. Goed ingepakt. En dit keer mooi strak, hè? Ja. Mooier dan de vorige keer. En we hebben wat van geleerd. Hè? Van de vorige keer hebben we wat van geleerd. Inderdaad. Nou, we gaan een plekje voor de nacht op zoek. Ik lees net de reacties van de vorige video, of onder de vorige video. En nou heeft Christ, YouTube-channel, boven zeg maar, YouTube-kanaal, heeft nog even een mopje ingezonden. Even kijken, oh ja. Wist je dat water veel sterker is dan bier? Het bewijs. Water kan ganse schepen dragen. Maar bier kan nog niet eens een dronkaard recht houden.
Was jij een goeie, hè? Een goeie uit België. Oh ja, er was nog eentje van Silalov. Een ouwe, zegt hij, maar misschien kennen jullie hem nog niet. Er zitten twee aardbeien in een jampotje. Zegt de ene tegen de andere, mag ik nu eens bij het raampje zitten? Hij blijft goed. Het is groen en het rijdt op de weg. Een bromkommer. Dat is lekker wakker geworden, hè? Op maandagochtend. Kreeg ik net opgestuurd van Jenny. Jenny, daar hebben wij toen isolatie van gekregen. Ik weet niet of je die video hebt gezien. Maar daar hebben we toen een klein stukje van gefilmd dat we daar de isolatie hebben opgehaald. En dus nogmaals bedankt hoor, Jenny. Wij gaan zo, zoals gezegd, de auto starten en dan gaan we naar Heeg, naar EBBM. Ik wist nooit waar dat voor stond. En toen leesde ik de kleine lettertjes eronder, maar dat was elektrische buitenboordmotor. Ja, klinkt ook wel een beetje logisch, hè? Ik ben echt benieuwd wat hun aanbevelen. De e-propulsion of de Torquedo? Stom eigenlijk. Nou waren we vandaag in Heeg bij elektrische buitenboordmotoren, EBBM. En ik zal even de link naar de site van hun onder deze video zetten, als ik het niet vergeet. En we waren zo aan het praten, vergeet ik helemaal de camera aan te zetten. Ik had het allemaal willen filmen daar, hè, wat ze allemaal hebben. Maar dat komt volgens mij omdat ze die motoren die wij daar wilden hebben, daar niet hadden staan. De e-propulsion niet. Ja, wel andere types, maar niet dat type. En van Torquedo ook niet. Maar toen ik vroeg, wat is nou de beste? Toen zei ze, ja, ze zijn allebei eigenlijk wel goed. Maar de Torquedo is eigenlijk meer voor, nou ja, als je hem heel veel gebruikt. En als je gewoon af en toe vaart, dan is de e-propulsion prima. He, ook omdat die natuurlijk 1000 euro goedkoper is. Maar kwaliteit is gewoon net even wat minder dan van die Torquedo. Ja, dat is natuurlijk de keuze snel gemaakt. Dus dan gaat het toch een Torquedo worden. Tenminste, zoals het er ook voor staat. En we hebben nog even gekletst met elkaar over allerlei dingen. En toen we weggingen, toen keken we even op een klok. We hebben 2 uur staan praten. Dus we moeten nagaan. Ze heeft alle tijd genomen om ons echt alles goed uit te leggen. Ja, en we hebben nog over andere dingen gehad natuurlijk. Dus dat was wel even, leuk. Ja, echt. Maar goed, niks gefilmd. Dus we hebben nog even langs de werkplaats geweest. We hebben eventjes de watertank volgegooid. Maar die hebben we morgen en overmorgen nodig. We moeten nou morgen naar het werk in Hogeveen. Daar staan we nou ook vlak bij Hogeveen. En overmorgen dan gaan we naar Assen. Dus toen hadden we wel even water nodig. En dan kwamen we bij de werkplaats. En toen waren onze stickers binnengekomen. Ja, dan zullen we wel denken, wat zijn dit nou weer voor stickers? Nou, voor mij kent Kees ze wel. Dit zijn de stickers die je op de auto moet plakken als je naar Frankrijk gaat. Er moeten er 3 op. Dus hier zit er nog 2e verpakking. Eén op de rechterdeur geloof ik. Eén op de linkerdeur en eentje achterop. Zoals ik heb begrepen. Maar dat moet ik nog even precies uitzoeken. En dan moet je een bepaalde hoogte ook nog hebben. Dus wij gaan namelijk bij de kerst. Of tussen kerst en oud en nieuw. Misschien nog even een iets langer. Daarna en iets eerder ervoor gaan we namelijk richting Frankrijk. En dan gaan we. De bedoeling is dat we de Maas een beetje gaan volgen. Even kijken of dat gaat lukken hoor, want er is niet altijd een weg naast een water. Maar dat we even kunnen kijken van waar komen we straks terecht als we de boot klaar hebben en we gaan richting Frankrijk. Want dat is wel de bedoeling. Ik weet namelijk niet, je hebt namelijk de Maas, die begint daar ergens in Frankrijk. Maar dat zijn hele smalle vaartjes, dus op een gegeven moment kun je niet meer verder varen. Dus dan moet ik op tijd, moeten we eraf, via een ander riviertje of kanaaltje. Nou, dat gaan we dan uitzoeken via een waterkaart. Als iemand van jullie weet, een goede waterkaart,
online, hè, dus een digitale waardekaart. Zet het even onder deze video alsjeblieft. Want ja, ik weet dat je kunt natuurlijk waardekaarten kopen. Ervan, maar het mooiste is een online kaart, dat je ook ja, dat die up-to-date is, zeg maar. Dat je hem gewoon op de telefoon of op de computer, zeg maar, kunt gaan bekijken. Dat lijkt me het mooiste. Ik heb nog niet gezocht daarna, dus ik kan best ergens gaan zoeken dat ik er ook wel eentje tegenkom, maar ongetwijfeld weet even jullie een hele goeie. En dan scheelt mij dat een hele hoop zoekwerk. Ja toch? Nou, wij gaan dus verder sparen voor de elektromotor. Ik weet nog niet wanneer we kunnen kopen, wanneer we het geld ervoor hebben. Maar ja, dat heeft ook geen haast natuurlijk. Maar dan weten we in ieder geval welke richting we op moeten zoeken, hè? Qua motor, qua merk ook. Ik heb nog zitten denken, we wachten nog even totdat Suzuki er ook eentje op de markt brengt. Maar Torquedo die heeft deze nou al enkele jaren. En als Suzuki er nou eentje op de markt brengt, of Yamaha of Honda, dat is allemaal weer nieuw. Dus je moet even afvragen of dat dan ook wel kwalitatief een hele goede is. En Torquedo heeft zich bewezen, dus ja. Zoals het er nou uitziet, wordt het dus Torquedo. Brug. Pont. Maar ja, dat is dus even wel niet kon, hè? Ja, even kijken. Ja. Zo leren wij Frans. Ja, in Frankrijk gaat. Ik heb altijd gezegd, hè, als je naar een bepaald land gaat, dan moet je toch wel even je best doen dat je de taal een beetje spreekt. Je hoeft niet een compleet verhaal, zeg maar, te kunnen volgen of zelf, zeg maar, dat je dat zelf kunt spreken. Maar dat je wel verstaanbaar kunt maken. Dat is voor mensen wat ik niet zeg, dat je een beetje weet waar ze het over hebben. Maar een brug, dit zijn gewoon belangrijke dingen. Hè? Brug, hoe laat gaat de brug open? Hè? Dus we gaan later. Dit is het eerste woordje wat we leren. Ja, de eerste kennen we al, hè? Portemonnee en trottoir. Ja. En zo. Trottoir. Ja, maar verder kennen we niet heel veel Frans. En Frans kende mij wel vroeger. Ik had ook een kameraad die Frans heette, maar daar hield het ook mee op. Nee, ik had, nee. Frans is niet aan mij besteed. Maar nou vind ik wel, als we er toch heen gaan, dat we er ook een beetje ons best voor moeten doen om. Ja, toch? Ja, om, de brugbediening en de sluisbediening. En, ja, als je met iemand spreekt en of dat soort dingen, dat vind ik wel belangrijk. Pont. Pont is dus brug. Nou, we doen twee woordjes per dag. Volgende woordje is sluis. Écluse staat hier. Écluse. Écluse. Oh, de E spreek je niet uit. Tenminste, de laatste E niet. Écluse. 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 Een kluis. Écluse. Écluse, ja. Kluis. Ik wil altijd een ezelsbruggetje, hè, van hoe even denken. En écluse, hè, de sluis, heeft hele dikke deuren. Een kluis heeft ook hele dikke deuren. Hè? Dus kun je zeggen van, ja. Een kluis, een kluis. Dat lijkt er nog een beetje op. Dus, pont, brug, pont. Hoe laat gaat de pont open? En wanneer kunnen we schutten in de écluse? En ook de rest nog in het Frans. Maar dat gaat vast goed komen. Moet eens kijken, het lijkt wel alsof het overdag is. Maar we staan onder een lantaarnpaal. En daar hebben we ooit eens gehoord dat je dan een beetje strop binnenkreeg via de zonnepaneel. Maar dat werd weggewuifd, of hoe zeg je zoiets, door een van de kijkers als onzin. Dus, we gaan het nou eens even meten. Je ziet hem af en toe naar de 0.0. 1, 2, zie je dat? Net was hij zelfs nog iets hoger. Ik ging even naar de 4. Dan weer 0. Weer 2. Dus op een of andere manier komt er toch een klein beetje binnen. Zie je, dan zeg je 5, maar dat is net het moment dat ik hem aansluit. Ja,
0,1, zie je dat? Dus het is heel weinig. Er komt dus toch iets binnen. En dat is natuurlijk niet zo dat de accu's dan 's ochtends vol zijn, maar gewoon minder leeg dan anders. Dus je doet toch heel iets langer met de lading van je accu. Het is dinsdag. En nou ja, dat was vanochtend ook al hè, toen ik even liet zien hoeveel stroom er via de lampje binnenkwam. Die straatlamp daar. Maar we zijn nu aan het werk bij een bedrijf in Hogeveen. En die maken allemaal stoelen, tafels en stoelen. Dus dan moet ik in de hele fabriek, want er wordt een stuk bijgebouwd. Een gedeelte wordt gesloopt waar ik nu loop. En dat wordt allemaal vernieuwd. Dus dat is een heel geshow. De eerste gaat is zo'n beetje 50 meter die kant op. Nou deze en dan heel aan die kant op. Dus hier ben ik wel even bezig vandaag. Zo, zullen we denken, twee gaatjes naast elkaar. En dat gaat, er zit precies een leiding onder, hè, van een verwarmingsbuis of zo. Dus er moest er eentje bij komen. En dan zijn we klaar voor vandaag. Het is een uur of twee nou. We gaan zo'n plekje zoeken. Richting As, daar moet morgen namelijk aan het werk. Maar goed, dat zie je niet in deze vlog, dat zie je in de volgende week wel. Bedankt voor het kijken naar deze. En tot zondag.